Lisette, dan is er nieuws over de studie Nederlands. Ja, kort geleden werd bekend dat de Vrije Universiteit in Amsterdam ervoor gaat kiezen om de studie vanaf komend schooljaar niet meer aan te bieden, omdat er in het eerste jaar nog maar 5 studenten zijn. Ja, het is een vreemde ontwikkeling natuurlijk en ook heel slecht, want het gaat om onze eigen taal en we hebben al een tekort aan docenten Nederlands. De Tweede Kamer wil dan ook dat de minister, minister van Engelshoven, universiteiten dwingt om de studie te blijven aanbieden. Het vak is te belangrijk om die keuze aan de universiteiten zelf te laten, vinden ze. Justine, wat vind je ervan? Dan maar 5 studenten die zich aanmelden voor... Terwijl we zo'n mooie taal hebben. Ja. Ja, nee, ik vind het doodzonde. We zijn natuurlijk met z'n allen ontzettend Engels aan het worden. We spreken steeds meer Engelse woorden uit in plaats van Nederlandse woorden. We verloederen eigenlijk een beetje onze eigen taal, wat doodzonde is. Ja, en Wouter, nou willen ze dus dat de minister ervoor gaat zorgen. Is dat een terechte vraag? Zeker. Ik denk ook dat je dit echt moet doen. Ik denk dat we wat trotser mogen zijn op wat van ons is. Wat ook onze voorvader in dit land is gevestigd. En voor moeders, zeg ik er maar gelijk bij. We hadden het net even over. Maar, misschien iets van een campagne of zo? Nou ja, kijk naar Frankrijk. Hè. Frankrijk is echt een trots land waarin de promotie van de Franse taal echt ter hand wordt genomen. Er zijn allemaal instituten in de hele wereld waar de Franse taal wordt gepromoot en de Franse cultuur. Nou, dat hoeven wij wat mij betreft niet voor Nederland te doen. Maar laten we in ieder geval zorgen dat we in eigen land onze eigen taal op de universiteiten kunnen onderwijzen. En dat we dus inderdaad ook gewoon docenten Nederlands blijven houden in de